In deze video geven wij jou een update over Bommelwereld. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, het is natuurlijk nog steeds de adventkalender. Ja, we stomen lekker door. Het gaat keihard eigenlijk. Zo. Hè? Maar vandaag gewoon een normale video, zoals altijd. Ja, en wat gaan we vandaag doen? Ja, we hebben dus op YouTube gezien dat Omroep Gelderland een soort making-of serie aan het maken is over Bommelwereld. Bommelwereld hebben wij ook al een keer een video over gemaakt. Ja. Een nieuw pretpark in Nederland. Ja, weten jullie het nog? Bommelwereld. Als je die video nog niet gezien heb, kijk die eerst even. Hun serie heet dus Bommelwereld van tekening tot pretpark. Vind ik niet heel catchy. Te lang. Te lang vinden wij. Dus bij deze presenteert Theme Park Late Night de Bommel Update. De Bommel Update. Dit is de Bommel Update. Heeft Emiel mooi gemaakt, hè, jongens? Welkom bij de allereerste Bommel-update. Ja. Ja, het laatste Bommel-nieuws als tweede. Want wij halen het ook gewoon uit die making-of eigenlijk. Ik dacht, snap je, die making-of wordt een beetje gemaakt zo vanuit het perspectief van de mensen die dat allemaal bouwen. En wij doen dan geven de update onze mening erover eigenlijk. Precies, wij maken eigenlijk de update vanuit de pretpark-community. Nou, dat vind ik een heel groot woord. Maar misschien vanuit gewoon onze mening. Of onze, hoe wij dingen opvatten. En wat wij verwachten van Bommelwereld. Dat is mooier dan wat ik zei eigenlijk. Ja, ik wil niet namens de hele pretpark-community spreken. Nee. Een beetje te zware last op mijn schouder. Ja, want wat er eigenlijk vooral te zien was is... Het bouw is gestart. Kop is eraf. Ja, er wordt eigenlijk gewoon een hele grote schoenendoos gebouwd... waarbinnen dat hele pretpark gaat plaatsvinden. Ja, en toen waren er dus drone shots, ook daarvan, van die bouw. En toen zagen wij gelijk iets. Ja, want het viel ons eigenlijk al meteen op... dat er niet heel veel uitbreidingsmogelijkheden zijn. Nee, kijk, als ik denk aan een hal... dan denk ik, oh ja, Toverland begon ook zo. En kijk wat ze nu hebben. Maar ik zie daar geen ruimte voor een dikke, vette achtbaan. Nee, of Avalon. Kunnen ze er niet naast neerzetten, nee. Zeg maar. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje waar we nu bang voor zijn. Dat op het moment dat het dus nu wordt opgeleverd. Dat het dan ook is. Ja, en het is natuurlijk, kijk, het wordt er opgeleverd. Dat is wel fantastisch. Ja, een extra pretpark erbij. Ik zeg maar geen Maar wij denken dan gewoon meer aan de toekomst. Ik denk, oh ja, nee. Geen ruimte voor een Phoenix. Ja, inderdaad. Maar dat is niet zo gek dat wij dat denken. Want ze hebben het zelf in die making-of. Zeg maar die makers zelf. Die hebben het ook continu over de toekomst. Van ja, dit wordt het en bla bla bla. Dit is de toekomst. Ja. Trouwens, je hebt helemaal niks van gezegd. Maar ik heb me weer gekleed voor de gelegenheid. Oh god, groen? Bommel heeft toch een gele jas? Ja, maar waar wordt het gebouwd? In Groenlo! Nee, briljant. Ja, wat echt een mega toepasselijke outfit inderdaad. Ja, ik voel me helemaal underdressed nu gelijk. Ja, zoals wat we nu weten kom je dan het park binnen door een soort van grote kasteel. Altijd goed een kasteel. En dat heet dan Kasteel Bommelstein. En volgens mij is dat dan het huis van Bommel. Volgens mij woont hij daar. Ja, en daarbinnen zit dan dus een soort van de ticketcontrole. Maar ook andere dingen, want volgens mij is ook een soort museum en allemaal kamers met spullen van Bommel. Maar wat ik dus heel cool vond, was dat daarna moet je dus weer naar beneden om de daadwerkelijke hal in te gaan. Ja. Maar voor kinderen, en ik hoop dat wij dan stiekem ook daarvan af. Ja, dat mag toch wel. Dan kan je met een glijbaan dan het park in. Dat dus, lijkt me leuk. Ja, want je moet dus eigenlijk, ik denk dus een soort trap af. Helling naar beneden om het park in te gaan. Dus volwassenen kunnen gewoon lopen. Maar er is dus ook een mogelijkheid om met een glijbaan het park binnen te komen. Ja, dat is fantastisch. Dat nog nooit iemand dit gedaan heeft. Ja, sick. Dit is toch vet? Ja. Sick. En misschien heb je dan ook zo'n experience, net als bijvoorbeeld bij Piraten in Batavia. Snap je, dan wordt het zo donker bij Piraten in Batavia en die onweer en dan ga je zo... Fiuw, en dan ineens ben je er. Ja. Ja. Dus ik hoop dat je zo'n soort experience dan krijgt. Ja, dat is wel echt sick inderdaad. Ja. Verder, ik wist niet of het al bekend was, maar de achtbaan die daar neergezet gaat worden, is er eentje van Vekoma. Ja, helemaal top, toch? Waarschijnlijk zo'n kinderachtbaan, is prima. Prima. Ik vind het leuk, Vekoma. Een credit is een credit, zeg je altijd, toch? Nieuwe credit in Nederland. Huppakee. Ja. Verder viel me dus op, die tekeningen en zo, leek het wel alsof het allemaal echt zwaar gethematiseerd wordt. Ja, misschien zelfs wel beter dan die Toverlandhallen. In die schetsen leek het allemaal echt echte dakpannetjes en huisjes en dingetjes. Dus ik hoop ook dat het wordt. En dat het niet flopsa plastic, fantastic wordt. Ik denk wel dat we daar een beetje bang voor moeten zijn. Maar de eigenaar van het park zelf, die heeft grote woorden gesproken eigenlijk. Echt zo. Hij zei, het moet een Efteling beleving worden in de Achterhoek. Nou, dat zijn hele grote woorden. Dat vind ik ook hele, hele, hele grote woorden. Dan kun je eigenlijk niet aankomen met plastic poppetjes, vind nee, ik. Hè? Toch? Dus hij zei in die video dat het hele project tussen de 10 en 20 miljoen kost. Toen gingen we even opzoeken. Wat is er eigenlijk begroot voor Dans Macabre? Ja. Dat was dus 25 miljoen. Oorspronkelijk. Oh, dat was de begroting, maar waarschijnlijk valt het dan natuurlijk duurder uit. Nou ja, dan is dus de vraag of het Efteling kwaliteit is, ja of nee. Ja, ik vond het een beetje een rare opmerking. Je moet natuurlijk ook een beetje reclame maken. Je zegt wel meteen, wij gaan bij de top horen. We willen de top gaan zijn. Dat denk ik niet. Snap? Ik denk dat hij dat zegt, omdat inderdaad, zeg maar, de normale mensen, ik bestempel ons even als niet normaal, die denken dan, oh ja, een soort van Eftelingbeleving. Maar dan daar. Maar ja, wij denken gelijk, pardon. Dat je het durft te zeggen. Jij legt de lat nu eventjes hoog. Maar ja, we gaan het zien, toch? Ja. Ik hoop het van harte dat het zo wordt. Dat zou ik fantastisch vinden. Nou, laat ik dat vooropstellen. Als die klevert voor dat geld, dan
ik helemaal prima, toch? Ja, toch? Misschien kan de Efteling daar dan weer iets van leren. Ja, misschien kan de Efteling dan vragen wie zij hebben gevraagd om die dingen te bouwen. Want dan is het macabre veel te duur. Ja, nee, laten we inderdaad daarvan van het positieve uitgaan. Ja, inderdaad. Toch? Ja. Verder zitten wij toch nog met een klein probleempje. Er wordt dus heel erg gezegd in die making-of dat mensen het echt nog wel kennen. En twintigers en dertigers, die kennen het allemaal nog, die bommel. Ja, het is pijnlijk om te zeggen, maar we gaan langzaam richting het einde van de 20. Oh, we gaan die kant op. Wij horen eigenlijk bij die doelgroep die ze daarmee bedoelen. Wij zijn in de leeftijd dat we kinderen zouden kunnen hebben en dat wij dus getarget zouden moeten worden om naar Bommelwereld te komen. Want ze beseffen zich wel, de kinderen weten natuurlijk niet wie Bommel en wie Tom Poes is. Maar als ze ouders dan kennen, dan denken ze, oh dat is leuk, daar ga ik met mijn kinderen naartoe. Het probleem is alleen een beetje dat wij geen idee hebben. Echt oprecht geen idee. Terwijl wij eerlijk, wij houden van entertainment. Wij houden van entertainment. Wij kennen alle Sinterklaasliedjes en CD's van vroeger. Echt alles. 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 En wij zijn echt extreem daarin. Wij zitten echt wel diep in de entertainment en de characters. Maar echt oprecht dit helemaal gemist. Het is volledig langs me heen gegaan. Ja. Maar we gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Want ik ben wel oprecht geïnteresseerd. Hè? Wie zijn die characters nou? Ja, en dat is ook natuurlijk veel leuker als een pretpark opent en als je erheen gaat. Dat je dus weet waar het over gaat. En wie is. En dus ik dacht, laten we nu gewoon beginnen bij Bommel. En dan als de volgende Bommel update is, dan kunnen we dan een ander karakter uitlichten. Zodat we ze langzaam een beetje leren kennen. Ja. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals wij. We hebben nu ook vast kijkers die denken, jullie zijn losers. Wij weten al lang wie Bommel is. Nou, aan die kijkers hebben we eigenlijk ook een vraag meteen. Hoe kunnen wij het beste Bommel leren kennen? Is er één stripverhaal of een tekenfilmserie, hoop ik stiekem denk vooral. Het niet. Is er nou één verhaal waarvan je zegt, als jullie dat lezen, dan begrijpen jullie die characters. Als jij dat weet, laat het even weten in de reacties, want dan kunnen wij ons daar ook verder in verdiepen. Ja, want ik zeg je eerlijk, al die 100.000 strips, daar gaan wij gewoon niet aan beginnen. Nee, die zelfstudie die sla ik even af. Ja. Maar voor nu gaan we ons dus even focussen op Bommel. Ja, dus ik dacht, we gaan gewoon naar de Wikipedia pagina van Bommel, want dat heeft hij wel. Hij heet niet Bommel, hij heet Olivier B. Bommel. En het zijn dus eigenlijk de strips van Tom Poes. Maar gaandeweg heeft hij een beetje de hoofdrol overgenomen, had ik het idee. Ja, er staat dus Bommel gedraagt zich in de strip voornamelijk als een anti-held. Ja, en Nederlanders houden daar eigenlijk wel van, hè, anti-helden. Ja, daarom is Donald Duck ook zo groot bij ons. Even kijken, dus Bommel is over het algemeen dom, ijdel, onzeker, naïef, onpraktisch, laf, onnadenkend, kortzichtig, impulsief, kleinzielig, koppig, bedweterig, onvoorzichtig in zijn oordelen. Maar ook volstrekt eerlijk en goed. Blij dat ze dat erbij zetten, want al die andere dingen zijn super negatief. Ja. Ik heb zo'n waslijst aan negatieve kenmerken. Maar hij is ook heel leuk, hoor. Maar dit zijn wel heel veel eigenschappen. Dit is volgens mij een heel gecompliceerd karakter dan. Nou, voor mij is het nog niet duidelijk nu ik dit heb gelezen. In die making-of hadden ze ook met de kleindochter van de originele striptekenaar. Ja. En zij zei dat ze wel heel goed erop zitten dat het niet te commercieel wordt. Dat het verhaal wel heel erg gewaarborgd wordt. En dat vind ik wel heel sterk daaraan. Dus ja. er is wel iemand die een beetje zo van boven kijkt van jongens, wel je best doen en het moet wel goed worden. Ja, zeg maar. Dus ik ben ook heel benieuwd. En ik hoop ook echt dat die Bommel rond gaat lopen. Ja, oh my god. Poppetjes. Ik heb heel veel zin in. Ik ook. Ja, en ik denk dat we over een aantal maanden wel weer een nieuwe Bommel-update kunnen geven. Ja, dat denk ik ook. We gaan het helemaal volgen. Laat in de reacties weten of jij een tip hebt hoe wij Bommel beter kunnen leren kennen. En wat jij verwacht van het nieuwe pretpark. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot morgen. Doei.